als het kan, dan werken wij met nikkerende grondbewerking. Dat doen we sinds 15 jaar. We zijn begonnen op dit perceel, waar we nu bij staan. De eerste gedachte van nikkerende grondbewerking komt vanwege dat wij op dit perceel Melidogenes chetwoodi aaltje hebben. En in onze aardappels hadden wij daar een aantasting in. En die aaltjes die voelen zich het beste thuis op hele lichte grond. En ons idee is, als wij nikkerende grondbewerking uitvoeren, dan zal de bovenlaag van de grond een hoger organisch stofpercentage krijgen. En waarschijnlijk zullen die aaltjes zich daardoor minder thuis voelen. En daardoor waarschijnlijk ook minder aantasting zal komen in de toekomst. Nu zijn wij zo overtuigd van de nikkerende grondbewerking dat wij het dus zoveel mogelijk doen, behalve als het echt niet kan. En het kan echt niet in onze ogen op het moment dat er dus bijvoorbeeld een flink massaal gewas in het voorjaar nog staat. Terwijl dat er iets gezaaid moet gaan worden nadien of iets geplant moet gaan worden. Ja, dus zoveel mogelijk nikkerend. En als het nodig is, dan ploegen we. We zijn vandaag ook groenbemesters aan het zaaien. En dan zaaien we ook tegelijkertijd met de grondbewerking alles in. Dus mooie voordeel wat je direct ziet is eigenlijk de eenvoud van de bewerking. De snelheid van de bewerking ten opzichte van ploegen. En het daarmee samenhangende brandstofverbruik. Dus op het moment dat je de organische stof bovenin houdt door niet te keren, zal die opbouw in de bovenste 10-15 centimeter sneller omhoog gaan. Daar is een voordeel omdat daar natuurlijk ook de planten zich wortelen, voornamelijk in het begin. En moeten kiemen en ook een gedeelte van hun eerste vocht vandaan halen. En er zal ook minder uitdroging plaatsvinden door de zon op het moment dat die organische stof bovenin de grond zit. Een aantal voordelen spelen pas op lange termijn. En daardoor moet je wel een beetje geduld hebben. Dat zul je de eerste paar jaar niet merken. Maar we moeten er met z'n allen voor waken dat de organische stof van onze grond niet achteruit gaat. Dat is natuurlijk super belangrijk. En ik denk dat nikkerende grondbewerking daar een rol in kan spelen.